Ja, daar zit je dan, Mario. Ja, leuk. Super. Wat vind je ervan? Ik vind het te gek. Absoluut. Hoe vond je de dag? Ik vond het een fantastische dag. Alles is nieuw. Alles is leuk. Je leert overal van. En ja, te gek. Gewoon, ik heb het naar mijn zin. Dat is leuk om te horen. Ja. We zijn vanmorgen begonnen bij de visboer. Ja. En ja, die legt een heel mooi zo'n vis neer. Ja. Wat kan jij als kok nou met een vis? Met een vis kan je alle kanten op. Het is natuurlijk, als de bereidingen niet te zwaar zijn, je kan het lekker pocheren in een mooie koetbouillonnetje. Maar je kan hem ook perfect op de barbecue bereiden. Eigenlijk is het heel erg breed wat je ermee kan doen. Daarna zijn we naar het vlees gegaan. Ja. We hebben heel mooi vlees gezien. We hebben vanmiddag een klein stukje geproefd van je. Ja. Wat was dat wat je voor ons gemaakt hebt? Dat is een picanha. Dat is een staartstuk. Dat is echt het achterste deel van het rund. En ja, dat moet je eigenlijk bereiden no-nonsense. Dus gewoon peperzout, wat tijm, rozemarijn. En that's it. Dus langzaam garen. Dus of in de oven of op de barbecue. En later eventjes op een hete barbecue aanschroeien. Dus dan maak je hem lekker krokant. En dan ga je hem transeren. Ja. Heerlijk. Daarna de polier gezien. En de groenteboer met allemaal fantastisch mooie producten. Ja. We gaan dit jaar in samenwerking met Broken Media en Sligro 10 Sudderen Met programma's maken. Ja. Waarin we wat prominente Purmerenders, Volendammers of mensen, klanten van Sligro uitnodigen. Wat gaat jouw rol daarin zijn? Nou ja, kijk, het is natuurlijk fantastisch om die mensen hier te verwelkomen. We laten ze het assortiment zien. We brengen ze in kennis met de proeftuin. Proeftuin, wat eigenlijk mijn domein is, waaruit ik mijn gerecht presenteer. Waar ik de mooie gerechten maak. Waarbij ik de basisproducten betrek bij Smitvis, Bekaldenberg, bij de Poelier, Ruig en natuurlijk Smeding. En daar maken we er gewoon iets fantastisch van. Allemaal topproducten. Allemaal top. Allemaal A1 kwaliteit. En daar mag ik mee werken. Dus daar ben ik heel erg trots op. Ja, dat is eigenlijk de volgende vraag. Hoe gemotiveerd ben je om dit te gaan doen? Ik ben enorm gemotiveerd. Dat kan niet anders natuurlijk met zo'n leuk team om me heen. En om in zo'n fantastisch filiaal als dit te werken in Purmerend. Dus dat natuurlijk is fantastisch. Dus we gaan uitpakken. Rosé tijd komt eraan. Dit is een rosé van Château de Anglais. Château de Anglais is gevestigd in La Clap. Wat wij gemerkt hebben is dat het eigenlijk allemaal vakidioten zijn. Klopt, ja. Hey, we zijn nou net ook nog bij Peter geweest met de wijn. Ja. Als ik die man hoor vertellen over een drankje, dan praat hij volgens mij een glas water lekker. En de eigenaar is Erik Fabre. Erik Fabre heeft jaren gewerkt als wijnmaker voor Château Lafite Rothschild. Zijn grote wens was altijd een eigen château hebben. En dat heeft hij gevonden in Château Anglais. Dat klopt. Ja, natuurlijk. Die man spreekt het pure passie. En uit jarenlange ervaring. Dus dat merk je gewoon. En als je dat kan overbrengen op je gast, dan heb je hem eigenlijk al verkocht. Château Anglais is zeer gunstig gelegen aan de kust. De oceaan regelt eigenlijk koelte in de nacht, overdag warmte. Dus dat is heel goed voor de rijping van het duif, die een mooie geleidelijke rijping krijgt. En dat proeven we ook terug in de wijn. Het is heerlijk droog, het is mooi fruitig, zeer aromatisch. Ja, ik kan niet anders zeggen als klasse. Dan gaan we een aantal mensen uitnodigen. We gaan in de voorbespreking met die mensen vragen wat ze willen koken of ze kunnen koken. Dus er zijn er een aantal bij die water niet aan kunnen laten branden. Hoe ga je dat aanpakken straks? We vragen eventjes wat ze leuk vinden, waar ze mee gewerkt hebben, waar ze liever niet mee werken. Of ze te poren zijn van de primeur of iets dergelijks. In ieder geval, we spelen erop in. We gaan een klein beetje ons huiswerk doen en dan gaan we met ze aan de slag. Dus op zich is het toch ook alweer een soort carte blanche erin stappen. En dan gaan we een feestje van maken. Dat komt helemaal goed. En wat ga je met seizoen groente doen? Seizoensgroente, we lopen natuurlijk mee met het seizoen. Dus dat is, misschien kunnen we nog eventjes de aspergetijd meepakken. Dat zou mooi zijn. En dan rooi je al heel gauw in de nieuwe haring, mosseltjes, aardbeidjes. En dan gaan we weer richting de barbecue en zomers. En natuurlijk het wildseizoen, wat alweer in september begint, hè, met wilde eenden en dergelijke.
En dan rollen we zo de kerst in. Dus dat is, We gaan het hele jaar doornemen zo. We lopen het hele jaar door en we koken het hele jaar door. Dus dat komt gewoon goed. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht er veel van. We gaan ons inzetten. We gaan kwaliteit laten zien. En dat loont altijd. Dus dat is, gaat goed. Gaat goed komen. Top. Ja. Mag ik je heel hartelijk bedanken voor op de eerste plaats de gastvrijheid. Namens onze crew, want we zijn de hele dag heel gastvrij ontvangen. En ook wij hebben er ontzettend veel zin in.